Yes, yes, aflevering 3, Bastards Hot Talent. Vandaag bar aan de kade in Amsterdam. Dit wordt een hele leuke aflevering. Ik heb toffe recepten, kijkersvragen en een hele leuke gast. En we gaan beginnen met de kijkersvragen. Daar gaan we. Linda, hoe weet ik hoe lang ik moet fermenteren? Dat weet je eigenlijk niet. Proeven helpt heel veel. Een fermentatie kan duren van 4 dagen tot 2 weken, misschien wel langer. Met pepers wordt het misschien een beetje lastig, maar je kan wel kijken hoe ver de fermentatie is. Is het knapperig? Is het fris? Is het zuur? Dat is wel een goede raadgever. Als het niet meer lekker is, gaan we opnieuw beginnen. Robert die vraagt, wat kan ik doen als de fermentatie te actief is? Eigenlijk moet je gaan koelen. Waarschijnlijk is je temperatuur te hoog. Als je boven de 22 graden komt, dan gaat het echt wel lekker bubbelen. De fermentatie stopt als je het bijvoorbeeld in de koelkast doet. Dus je moet eigenlijk kijken of je een graadje of 15, misschien iets lager om een beetje te stoppen. Maar dan zit je vaak wel goed. En Lisa die vraagt, ik kan niet kiezen welke pepers ik moet gebruiken. Kan je me helpen? Nou, dat kan ik wel. Alleen jij moet bepalen welke pepers je uiteindelijk wil hebben. Heb je eens een keer een hot sauce geproefd die je helemaal te gek vindt? Ga kijken wat voor pepers daarin zitten. Blijf vooral kijken, googlen, ga naar Westland Peppers. Die weten dus precies hoe die peper smaakt. Verschillende Scoville units. Check even de website en kijk gewoon wat je wil hebben. En blijf experimenteren. En Mark die vraagt, hoe beïnvloeden de verschillende pepers de smaak? De verschillende pepers die zorgen voor de smaak. Je hebt fruitige pepers, dus de Madame Jeanette bijvoorbeeld, of juist inderdaad een wat rokerige peper, of alleen heel heet. Die bepalen de smaak. Maar wat ook belangrijk is, is wat voor ingrediënten ga je nog meer gebruiken. Heb je veel knoflook? Heb je veel gember? Citroengras, maar misschien ook fruit of whatever je erin gooit, dat beïnvloedt de smaak. Blijf vooral experimenteren en proberen en op een gegeven moment heb jij jouw favoriete recept. We gaan ook natuurlijk lekker kokkerellen. Ik ga naar beneden, naar de kelder. Daar zit de keuken. En wat ga ik maken? Ik ga een kimchi cheese bun maken. Eigenlijk een briochebrood gevuld met kimchi en kaas. Gefermenteerde producten. En dat kan je nog een beetje opspijzen met jouw favoriete hotsaus. Die bastard, die gaat aan. Ik ga een brooddeeg maken. Die ga ik vullen. En die gaan we bakken en opeten. We staan in de keuken en we gaan beginnen met het maken van het brood. Beginnen met de kimchi. Minuutjes laten rijzen. Zet hem even hier neer. 40 minuten. Heel tof. Ik heb Instagram geopend. Ik heb heel veel vette recepten voorbij zien komen. Blijf ze vooral doorsturen, want het is en blijft een wedstrijd. En er kan er maar één de winnaar zijn. Ik heb wat recepten gekregen en ik ga even oplezen wat dat ongeveer is. Een van de eerste die ik voorbij zag komen, dat was de Miss Saigon van William. En die is Vietnamees geïnspireerd. Laos, citroengras, limoenblad, vissaus. Dat wordt echt heel vet, want dat geeft wel echt die knallen van een smaak. Ja, verschillende pepers. Hier heb ik heel veel vertrouwen in. En dan hebben we een recept van Corine. Red chilies, habanero, lemon, ananas, mango en zeezout uit Bonaire. Dit wordt echt Caribisch, fruitig. Echt een zomer hotsaus. Dit gaat helemaal goed komen. Ik voel dit wel echt, hè. Dan hebben we de volgende van Bram. Bram Peper, die heeft een Mexicano gemaakt. Ancho, chipotle, arbol chilies, koriander, tomaat, uien, komijnzaad, veel knoflook en appelazijn. Nou, appelazijn, dat vind ik helemaal te gek. Echt die Mexicaanse flavors. Komijnzaad, heel tof. Stuur ze allemaal maar op, ik ga ze allemaal proeven. Oh, kijk jongens, de hotline. Ik krijg er eentje binnen van Dennis. Die heeft alles uitgemeten, gewogen. Dat is een soort mad scientist. Tomaat, rode peper, habanero en weer die lemon habanero. Vers in grammen, knoflook, uien. Gedroogd in grammen, abrikoos, rozijnen, smoked chipotle. En dan nog eens specerijen, komijn, venkelzaad, korianderzaad, kaneel en piment. Ja, dit wordt heel tof. Dit wordt echt een super uitgebalanceerde hot saus. Hier ben ik heel erg benieuwd naar. Moet je eens even kijken. We hebben al een lijst. Dit waren de recepten. Het zijn er nog lang niet genoeg. Koop die kit, pak die bastard, ga roken, ga smoken, ga barbecuen, ga fermenteren. En let's go. Stiekem al gekeken, maar dit gaat de goede kant op. Kijk. Dat deeg. 2 keer zo groot geworden, mooi gerezen. We gaan beginnen met de vulling. Nieuwe kom. Ik heb hier de mengsel van de kimchi. Dit is al afgekoeld, dus die gaat hierbij. Emmentaler, een van mijn favoriete kazen. Die is wat notiger, dat vind ik altijd heel lekker. En dan heb ik hier ergens in de krochten van de keuken een hele ouderwetse kaasschaaf gevonden. Hoe werkt dit? Antiek. Nee joh! Juist. Lauw. Ik knijp heel die kaas verrot. Klaar, die zet ik zo wel op. Ik denk dat het wel genoeg is. Parmezaan, die is al geraspt, gelukkig. Die gaat erbij. En het laatste beetje vocht wat nog in die kimchi zit, dat gaat binden ook met die parmezaan. Dan krijg je daar een hele mooie vaste vulling. Dit is echt fucking top. Wat we gaan doen is kleine bolletjes maken op je werkbank. Gewoon draaien. Bol 1. Wat we dan gaan doen, gaan ze gelijk vullen. We hebben een balletje, die drukken we plat. Ik ga het met mijn handen. Dus die vulling is zorgen dat dit naar binnen gaat. Hop, dan pakken we hem vast. Dus die dicht. Die gaat hier op. Nou, nog 11 keer. Hop. Zo. En klaar. En ik ga lekker door. Daar komen ze. Deze even dicht. Ik ga ze, de hitte komt van de onderkant. Dus ik ga ze om en om draaien. Nou jongens, daar gaan we. Kijk, nog steeds geen vuurvaste vingers. Dan ga ik ze even testen. Fucking heet. Kijk uit, want die kaas die is ook gesmolten. Ik ga sowieso mijn mond verbranden. Top. Ja, daar zou je het hebben. Ja, daar was ze. Ik was even door je boek aan het spitten. Leuk dat je er bent. Ja. Wat gaan we maken vandaag? We gaan Franse uienpizzaatjes maken. Ik kan niet wachten. Op de barbecue. Op de barbecue. Ja, natuurlijk. Alles wat we willen. Ja. Ja, deze keer sta ik niet alleen in de keuken. Eva, die is hier gezellig bij. Ja. Ik heb hier die uien. Ja. Dat is 1. De tapenade. De spijsje tapenade. Ja. Dat is 2. Ik heb hier, dit ziet er heel gevaarlijk uit. Padronpepers met extra hotsaus. Ja. Klein beetje feta voor het zout. Je hebt deeg heb je ook al klaar. Ik heb al geprept, jongen. Hier, huppa. Dus dat scheelt heel veel tijd. Ja. Dat hebben we net gemerkt. Hoppa. 12 pizzaatjes. Ik weet nou al dat ik op 10 uit ga komen. Ja, op het werkblad. Bolletjes maken. Wil je ze dan nog gerezen hebben of gaan we ze gelijk ik zeg huppakee gelijk, pizzaatjes van maken. Pizzaatjes. Gaan we pizzaatjes? Kijk, dit zijn natuurlijk die kleine Voor die kleine Napolitaanse. Dat is wel schattig. Voor die kleine Napolitaanse pizzaatjes. Dit is één. Belangrijk is wel natuurlijk dat het een beetje plat blijft. Want dit is niet jouw eerste kookboek. Nee. Je bent wel even bezig, hè? Ja, ik ben al even bezig. Ik heb, dit is mijn derde grote kookboek. Maar dit is wel mijn kookboek. Ja. Niet normaal mijn kookboek. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? 3 jaar. 3 jaar? En ik heb het zelf uitgegeven voor het eerst. Ja. En ik, ik wilde helemaal mijn eigen team samenstellen. Ja. Omdat ik dacht, ja, dit is gewoon het belangrijkste boek wat ik ooit ga maken. Vet. Het gaat zo over wie ik ben. Fantastisch leuk om te maken en ik ben ook heel trots op het geworden is. Ik hou wel van een beetje spijzen. Maar zo'n hot saus. Jam, jam. Het is ook grappig, want de Franse keuken kent dus helemaal niet dat soort hot sauces. Absoluut niet. Nee. Hebben ze niks nee, ze bij. Zijn echt watjes als het op pittig eten aankomt. Traal in de ogen. De kaas gaat er ook al op? Nee. Die gaat later erop. Inderdaad. Dus we zijn klaar. Ja. Wij gaan bakken. Ja. Let's go. Nou, daar gaan we. Daar gaan we. Zullen we hem op het plankje zetten? Oh ja. Dat is handig. Nee. Dit gaat goed. Kijk, we hebben mini pizzaatjes, dus we gaan ook kijken of we het hiermee kunnen doen. Komt-ie. Hopla. Dat is 1. Juist, hou die temperatuur. Hop. Nog 1. Nou, werkt wel. Yes. En dicht. Nou, kom maar op. Trouwens, ja hoor. Dit is toch leuk? En het gaat zo snel. Ja, kijk. Oh ja, 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 natuurlijk. Feta. Klein beetje olie. Helemaal te gek. Dit is gewoon echt pizzaatje. Echt hè? Dus echt die finishing touch. Dat is eigenlijk gewoon een beetje hitte van boven. Ja. En dan ben je er. Het ruikt ook gewoon naar pizza. Goed hè? Ja, ja. Wat heb jij nou? Onze pizzaatjes. Hé, hey, en gaan we dit er ook nog op doen? Ja, ik zou er wel nog een... er zit natuurlijk al wat hot saus op. Even een pizzaatje. Ja, nou, cheers. Pizza proost. Wow. Hij is krokant, hè? Maar het heeft alles, hè? Het is pittig, zoet, zuurtje. Ja. Nou, die uien zijn te gek. Oh. Hé, maar je hebt nog iets anders gemaakt. Nou, ik heb vanmiddag, voordat jij kwam, heb ik gevulde broodjes gemaakt met kimchi. Dus ook om even in het fermentatie-ding te blijven. Dus ik loop even naar beneden. Ik heb het nog even opgepiept. Ja. Weet je wat? Nee, pizza mag je lopend eten, heb ik gehoord. Zeker. Even zo. Zo. Ja, ja. Ja hoor. Doe maar, chef. Kijk. Wow. Een paar glimmende hockeypukken, briochedeeg, met kaas, kimchi en een klein beetje boter. Klein slokje erbij. Oh. Hey, te gek. Nou, hapje. Cheers. Daar komt ie. Nou. Zo hè. Dit is top zeg. Heel lekker. Klein proostje. Ja, cheers. Dankjewel dat je er was. Heel leuk. En succes met de pizza's, het kookboek en ik zie jullie de volgende keer.